De koopzondag in Veghel had een cultureel tintje afgelopen weekend. Dit had te maken met de week van de amateurkunst. Op 10 verschillende plekken lieten mensen uit Veghel en omstreken hun kunsten zien in verschillende disciplines. Dit alles onder de titel Veghel wordt wakker. Dansers van dansstudio Locklear gaven diverse hip-hop en breakdance optredens. En op muzikaal gebied had ook niemand iets te klagen. Met name de muzikanten van Stichting Jazz Veghel waren goed vertegenwoordigd. Op het Molenwiekeplein was een bijzonder kunstproject georganiseerd. Hier vond namelijk een street paint workshop plaats. Iedereen mocht meewerken aan het reusachtige kunstwerk op de grond. Ondanks de slechte weersvoorspelling waaiden de meeste regenbuien over en trok de culturele koopzondag veel belangstelling. Ook Ude staat in het teken van de amateurkunst. Bij Freekies trapte wethouder Marcel Delhee maandagochtend de Udense wak af door de eerste steentjes te leggen in een mozaïek welkomstbord. En door mee te musiceren met Gerard Dortmans. WAK is week van de amateurkunst en de WAK wordt landelijk georganiseerd, uitgezet door Kunstfactor, een organisatie in Utrecht. En ik geloof in 40 gemeentes in Nederland wordt deze WAK, even afgekort, deze week vindt plaats. En de bedoeling is dat we iedereen op de been krijgen die een amateurkunst doet. Het gaat om amateurkunst in de breedste zin van het woord. Zowel muziek en dans als poëzie en beeldende kunst. Het is ongelooflijk hoeveel mensen er in Ude bezig zijn. En dat heb ik ook als heel hartverwarmend ervaren de laatste weken. Van jeetje, wat gebeurt er veel in Ude. En om die mensen nu een podium te geven. Ja, je ziet het ook hier, hoe enthousiast mensen zijn. En ik wil mensen oproepen om deze week in het Udes Weekblad te kijken van vorige week. Maar ook op de website CKVU, waar het hele programma staat. Er zijn heel veel gratis workshops, concerten. Allemaal gratis, dus schrijf je in, ga daar naartoe en nu heb je kans om kennis te maken. Het is de eerste keer dat Ude meedoet aan WAK, maar er wordt meteen groots uitgepakt. Ik heb contact gezocht met Freekies Lunchcafé, daar ben ik nu. En die hebben een heleboel activiteiten op touw gezet. Woensdagmiddag gaan ze een placemat maken, iedereen mag meehelpen. Ze hebben een welkomstbord hier buiten waar de wethouder zojuist het eerste steentje heeft gelegd. Er is iedere ochtend ontbijt, waar waarschijnlijk ook muziek bij zal zijn. Ik nodig mensen ook uit, wil je hier muziek komen maken? Pak je instrument en kom je lekker spelen tijdens het ontbijt. Maak er iets moois van. Hoeveel er deze week ook al te doen is, voor Harriette mag het de volgende keer nog meer zijn. De bedoeling is inderdaad volgend jaar weer. En ik hoop dat ik het dan weer mag organiseren, want dan wil ik het nog veel groter uit laten pakken. Ik heb het nu echt in 3-4 weken tijd in elkaar gezet. Maar dan wil ik ook graag de middenstand erbij halen. Dat er net de winkels open zijn op die zondagen. Dat was nu niet het geval. Maar dan wil ik het echt nog groter aan gaan pakken. Blijkt dat die maar mis zijn, we zijn hier.